Je bent beland in deel 6, het laatste deel over de serie Clubhouse, waarin ik uitgebreid gesproken heb over wat is Clubhouse nou? Dit social networking platform dat sinds april 2020 werkelijk alles aan de kant schuift. Iedereen houdt zich bezig met Clubhouse. Iedereen zit op Clubhouse. Op Clubhouse worden de verschillende virtuele rooms al georganiseerd. Thema-gerelateerde onderwerpen worden in die clubs besproken. We hebben het gehad over het invite-systeem. Waarom heeft Clubhouse ervoor gekozen op invite-only te werken? De strategie die daarachter zit, maar ook de kwaliteit die dat met zich meebrengt. We hebben het gehad over de verschillende voordelen. Ja, Clubhouse is werkelijk een nieuw platform. Een dergelijk platform bestaat nog niet. Kijk wat het nu al biedt. Waar gaat het naartoe groeien? We zien heel veel verschillende soorten type gebruikers. Het zijn individuen zoals jou en ik. Maar we komen ook celebrities, politici, verschillende vakmensen. Zoveel kom je al tegen op Clubhouse. Maar dan zou je ook moeten benoemen dat er heel veel nadelen aan vastzitten. Ja, daar hebben we over gesproken in het vierde deel. Het vijfde deel heb ik jullie verteld waar het daadwerkelijk om gaat met dergelijke platformen. Elk nieuw networking platform is geïnteresseerd in die big data. Het is het gewoon het vergaren van massa en massa en massa en massa aan data om maar met artificial intelligence onze gedachten goed en dat waar ze nog niet helemaal in kunnen te ontcijferen van hoe komen wij tot bepaalde beslissingen. Hoe komen we tot een aankoopbeslissing bijvoorbeeld? Bedrijven, adverteerders zijn bereid gigantisch veel geld hieraan uit te geven. Sterker nog, hun heel marketingbudget gaat er naartoe. Maar hoe bescherm jij jezelf nou tegen een dergelijke big data monsterlijke wolf? Ja, dat doe je door goed na te denken over het adopteren van nieuwe technologie. Goed na te denken of er überhaupt een behoefte is hieraan. Ja, spring niet vanwege een hype zomaar 1, 2, 3 op iets. Voordat je een account hebt aangemaakt, bestond je account niet. Je was op dat moment nog onzichtbaar. Klopt niet helemaal wat ik zeg, maar dan kunnen jullie later nog achterkomen. Wees voorzichtig met het adopteren van nieuwe technologie. Laat niet zomaar klakkeloos overal je gegevens achter, want eenmaal uitgesproken, eenmaal gedeeld op het wereldwijde internet, blijft het altijd op het wereldwijde internet. Verstandig omgaan met nieuwe technologie is niet anders dan verstandig omgaan met nieuwe medicatie. Uw dokter schrijft niet voor niets een schrijver bij, dat wordt vaak nu uitgeprint, hè, krijg je bij apotheek, krijg je mee. Daar staat haarfijn wat informatie in waar je rekening mee kan houden bij het gebruik van medicatie. Je doet je verstandig aan door de instructies van je huisarts op te volgen. Zo ook is gezond verstand in deze de troefkaart in het goed kunnen gebruik maken van een dergelijk social platform als Clubhouse. Ja, ik ben hier niet om Clubhouse de grond in te boren. Ik ben heel blij met deze ontwikkeling, want een audio-only platform bestond nog niet zoals dit. En ook het feit dat heel veel mensen dit platform zo graag willen ondersteunen, zie ik ook heel erg uit naar de commerciële mogelijkheden op dit platform. Misschien voor mij ook wel interessant. Maar het moet nog steeds passen in het plan wat ik had uitgestippeld voor mijzelf als Find the Creator en waar ik wil naartoe groeien als Find the Creator. Maar ik kan me niet laten afleiden door een dergelijk platform als het geen toegevoegde waarde heeft. Dus ja, gebruik Clubhouse verstandig. Snap waar je mee bezig bent en zal het ongetwijfeld een goede bijdrage zijn en een goede ondersteuning in jouw persoonlijke ontwikkeling en als groei als professional. Ik ben Find the Creator. Het was leuk om deze serie voor jullie op te nemen. Laat in het bijzonder op dit filmpje ook een comment achter in de opmerkingen. Vertel gewoon wat je vindt van wat ik heb verteld. Zijn er dingen die ik heb gemist? Misschien zou ik dat nog kunnen verwerken in een aantal bonus
filmpjes over Clubhouse. Vanaf deze plek zeg ik jullie zeker bedankt voor het kijken. Like vooral deze reeks en deel het. En abonneer op mijn kanaal. En ik zie je graag bij de volgende video. Goodbye.